Hi en welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we aan de slag met de zesde chakra, de ene laatste chakra. En dat is het derde oog. En ik wijs al naar het derde oog. Dat is de plek waar je derde oogchakra zich bevindt. Tussen je ogen ongeveer, net iets boven je wenkbrauw. Goed, je derde oogchakra. Persoonlijk vind ik dit een van de mooiste chakra's. Dus ja, een van de mooiste. Eigenlijk alle chakra's zijn wel mooi. Maar je derde oogchakra die heeft weer een hele andere kracht in zich. En kan echt voor verbeelding zorgen. Heeft te maken met fantasie, met inzicht te krijgen, met wijsheid, helderziendheid, intuïtie. Daar moet je eigenlijk aan denken bij je derde oogchakra. Dus het verder kijken, het grotere geheel kunnen zien, van een afstand kunnen bekijken. En niet als die uit balans is, dan zul je heel erg star zijn en heel erg in doorgewinterde patronen denken. En kom je heel moeilijk uit een situatie. Je bent gewoon heel erg verstart geraakt dan en ziet niet meer de meerdere opties die er mogelijk zijn. Deze chakra gaat ook heel erg over tijdloosheid. Er is niet echt tijd. Tijd is een aards begrip en wij hebben op aarde hebben wij een klok, hebben we tijd, hebben we secondes, minuten, uren. Als dat er niet is, ga maar bijvoorbeeld op vakantie en leg je telefoon weg. Er is geen tijd, snap je? Er is alleen gevoel en jouw ritme, jouw biologische ritme wat zegt van hé, nou wil ik slapen, nou wil ik opstaan, nou wil ik eten. Er is niet echt tijd. Tijd is gewoon een begrip wat wij hebben gecreëerd als mensen. Dus ja, dat derde oog, dat is dus ook weer heel erg uit balans wanneer jij heel star denkt, zeg maar. Echt in... Ja, ik wou zeggen autistische patronen, dat matcht niet helemaal gevoelsmatig. Want mensen met autisme of die wat autistisch zijn, die ik geloof zelf niet niet echt in diagnoses. Die denken heel erg juist, die kunnen juist ook weer denken in andere richtingen en andere perspectieven. Dus ik vind het niet helemaal oké om het op die manier te zeggen. Maar het verstarde, zeg maar, wat je vaak ziet in het autistisch spectrum. Hè, dat je echt per se alles qua structuur wil hebben en daar niet van wil afwijken uit angst. En dat is een beetje de energie waar je aan kunt denken bij de derde oogchakra wanneer die uit balans is. Goed, ik ga niet te veel kletsen in deze video. Ik ga gewoon lekker nu beginnen met de edelstenen en daarna met de meditatie, zodat de video ook niet te lang duurt. De edelstenen die bij deze chakra passen om hem te activeren en stimuleren, zijn toch wel de meer blauwe paarse edelstenen. Sowieso echt een grote favoriet van mij. Edelsteen die ik heel vaak gebruik of omhang wanneer ik mijn derde oog wil activeren, is de lapis lazuli. En dat is een hele mooie edelsteen. Of een edelsteen, een mineraal is het eigenlijk weer. Lapis lazuli is niet echt een edelsteen. Even kijken of ik hem goed aan jullie kan laten zien, want hij is echt prachtig namelijk. Hij heeft een beetje van die gouden glinsteringen erin. En dat maakt hem echt heel magisch en een beetje als het universum, als het ware. Welke je ook zou kunnen gebruiken is sodaliet. En sodaliet zit vaak ook verwerkt in lapis lazuli. Vaak bestaat lapis lazuli uit een groot gedeelte sodaliet. Dus sodaliet zou je ook kunnen gebruiken. Dat is meer een blauw-wittige steen. Verder natuurlijk de amethyst. Dit is een amethysthanger die ik hier heb. En ik zelf ga het liefst voor de wat donkerdere amethysthangers of amethysten. Je hebt ook lichtere. Hangt heel erg af van de vindplaats waar die is gevonden. Veel amethysten worden in Brazilië of Uruguay gevonden. En voornamelijk Uruguay heeft toch wel de wat donkerdere amethysten. Dat die daar vandaan komen. Nou is Brazilië ook wel wat donkerdere. Maar meestal...
hoe donkerder, hoe krachtiger, zou je als het ware kunnen zeggen. En hoe lichter, hoe meer licht die ook brengt. Dus dan zou je weer kunnen zeggen van hij brengt meer licht qua verlichting. En een donkere amethyst zorgt echt meer voor die verbeeldingskracht. Hier heb ik ook nog een amethyst staan. Dit is een ruwe amethystblok. Zo ziet een amethyst er dus ruw uit. Echt prachtig, zoals je ziet. Met al die mooie glinsteringen erin. Ik weet alleen even niet meer waar deze vandaan komt. Ik dacht Brazilië. Maar dit durf ik niet 100% zekerheid te zeggen. Ik heb hem besteld trouwens bij Zenmeisje. Mocht je ook op zoek zijn naar zoiets. En daarnaast nog een spirit quartz. Een spirit quartz is, als ik het goed zeg, ook... Er zit ook amethyst in verwerkt. Of bestaat ook grotendeels uit amethyst. En dit is een spirit quartz. Lijkt een beetje op een cactus, zeg maar. Goed, en nou heb je natuurlijk ook, met name in de spirituele wereld, kan de chakra ook uit balans zijn. En hij kan uit balans zijn wanneer je te veel in de... Of te veel, wanneer je echt nog heel erg in de 3D-wereld zit. Dus heel erg in de goed en de fout en de... dat je heel erg star bent, zeg maar, en niet echt open staat voor de bigger picture, voor meer eigenlijk. Want alles is natuurlijk gewoon perspectief op aarde. Ik kijk er vanaf een bepaalde manier ergens naar. Jij kijkt op een bepaalde manier ergens naar. Er is geen goed of fout. Er is alleen perspectief. En iedereen heeft andere informatie in zich, een andere bril waardoor die kijkt. Dus is er niet iets goed of fout. Maar wat ik wilde zeggen is dat het natuurlijk ook de andere kant juist uit balans kan zijn. En dat is wanneer je niet meer geaard bent. Dus niet meer in je lichaam echt zit. Wanneer je echt meer, dus niet meer echt op aarde aanwezig bent, maar heel erg gaat zweven. Wat je ook wel eens ziet dat mensen dat doen. Dus heel erg alleen maar in liefde en licht leven en daar ook willen leven. Niet echt het aardse meer mee willen krijgen, omdat ze moeite hebben met de lagere vibraties, de lagere... bepaalde emoties zitten op bepaalde vibraties, zeg maar. Dus boosheid zit op een lage vibratie. Blijheid zit weer op een hogere vibratie. Vibratie is trilling. Dus boosheid trilt veel lager als blijheid. Dat trilt veel hoger, is wetenschappelijk bewezen. En sommige mensen hebben dus moeite met die lagere vibraties en willen daar dus ook eigenlijk van wegblijven. Maar door dat te doen... Je leeft op aarde, daar kun jij niet onderuit als mens zijnde. Dat is jouw ervaring nu en hier, die jij mag meemaken en waar jij jouw lichaam en ziel mee mag vullen en vooral je ziel mee mag vullen. Dus door juist alleen maar te neigen naar liefde en licht, ga je weer dat aardse ervaring, ga je uit de weg. En dat is ook weer, dan is die chakra dus, ja, je chakra systeem, je energie, is ook weer uit balans. Dus... en dan bedoel ik echt meer de mensen die dus echt in liefde en licht willen leven. Dus die alleen maar zeggen van positive vibes only en negativiteit dat kan niet, dat mag niet. Moet je er buiten laten. Dat soort dingen zeg maar, dat soort ja, mensen wil ik niet zeggen, maar... Als mensen op die manier in het leven staan, dan weet je ook van... Oh, ze zijn weer te veel aan het zweven en te veel met die derde oogchakra bezig. Of die is dan overactief eigenlijk. Vaak mensen die psychose hebben, daarbij is die ook overactief, de derde oogchakra. Omdat je dan de realiteit wat is realiteit? De aardse realiteit wat uit ogen verliest, zeg maar. En dus te veel in verbeelding aan het doordringen bent, zeg maar. Dus dan denk jij dingen te zien, wat ook wel zou kunnen. Maar dat is niet de intentie op dat moment. Dit is heel lastig uitleggen. Stel, ik heb argwaan naar mijn partner. Ik maak hem even wat kleiner. Hè? Stel, ik heb argwaan naar mijn partner dat hij vreemd gaat. En ik ga zo in die argwaan door. En ik blijf daar maar in hangen in die argwaan. Dan op een gegeven moment ga ik gewoon dingen zien waaruit zou kunnen blijken dat hij vreemd gaat.
Dat is eigenlijk het verkleinen van een psychose. Waardoor ik zou kunnen gaan denken, je verliest als het ware helemaal de verbinding met de realiteit. Je bent zo alleen maar bezig met het hooggevoelige, zeg maar. En het stukje energie wat je zou kunnen voelen. Dat je dat zo uitvergroot. Dat je daar helemaal in verliest. En dat is eigenlijk in het klein wat er gebeurt met een psychose. Als jij een psychose hebt, dan ben je je zo verloren in iets eigenlijk. Het kan ook heel mooi zijn. Mits je dus nog weer terug weet te pakken. Hè? Mits je dus je bewust nog bent van, hey, ik ben nou heel erg ergens me in aan het verdiepen. En ik ben heel erg, zit ik ergens in wat niet per se de realiteit hoeft te zijn. Dus om iets uit te zoeken kan het heel mooi zijn. Maar de meeste mensen verliezen zichzelf erin. En die denken dus ook dat in de psychose die zij hebben, dat dat de realiteit is. En dat het dus ook echt zo is. Dat de intentie die hun denken dat de andere mensen hebben, dat dat ook echt de intentie is die andere mensen hebben. En dat is dus niet zo. Op dat moment ben jij helemaal de verbinding met jezelf en met de ander kwijt. Waardoor jij niet meer doorhebt dat, dat de intenties niet overeenkomen met elkaar. Dan speelt alleen jouw angst regeert op dat moment. Dus het is heel mooi om zelfonderzoek te doen. Hè? Om te kijken van, hey, wat zit er nou bij mij aan angsten? Dat is heel mooi. En hoe diep kun je daarin gaan? Maar heel veel mensen vallen er veel te diep in en komen er niet meer uit. Met als gevolg dat je dus dan inderdaad een psychose kunt gaan ervaren. Maar goed, dat is even gezien vanuit de holistische perspectief natuurlijk. Want de reguliere zorg die zal hier echt niet in meegaan. We gaan door. Ik heb denk ik weer genoeg gezegd over de derde oogchakra. Dus we gaan lekker door met de meditatie. Neem er even een plekje voor jezelf. Ik zal ook mijn energie weer even wat lager, wat meer tot mezelf betrekken. En wat lager, rustiger maken. En dan kunnen we lekker starten met de meditatie. Om ons derde oog te activeren en te stimuleren. Adem nu eerst een paar keer diep in en uit. Ga rechtop zitten met een rechte rug en leg één hand op je navelchakra. Adem diep naar je hand toe en ervaar hoe je buik onder je hand omhoog komt en weer naar beneden gaat. Haal minstens 5 keer op deze manier adem. We eindigen straks op dezelfde manier. En dat is belangrijk om geaard in je lichaam te blijven, terwijl je werkt met je derde oogchakra. Dus adem nu eerst 5 keer naar je hand toe. Druk nu met je wijsvinger stevig op de plek van je derde oogchakra. Het punt net boven en tussen je wenkbrauwen. Doe dat een paar keer en laat steeds weer los. En stel je elke keer als je loslaat voor dat je meer ontspant in de energie van dit deel van je lichaam. Deze fysieke verbinding met het centrum van je derde oogchakra
is nog een praktische manier om geaard te blijven. In je lichaam terwijl je werkt met je derde oogchakra. Laat je hand zakken en visualiseer een derde oog dat bestaat uit wit licht op de plek waar net nog je vinger was. Stel je voor dat dit oog alles ziet. Neem even de tijd om dit beeld te voelen. Stel je nu voor dat er een paarse lichtbol om je hoofd zit. En dat dit paarse licht vanuit het witte oog uitstraalt naar de kosmos, het universum. Dit paarse licht omvat alles om jou heen, in alle richtingen. Voel een gevoel van wijsheid en onbegrensdheid. Voel een gevoel van tijdsloosheid en oneindigheid. Visualiseer 5 witte lichtstralen die vanuit het oog door deze bol van prachtig paars licht in de ruimte schijnen. Het oneindige in. Deze 5 lichtstralen symboliseren de lijnen naar een mogelijke toekomst. Je kunt er ook meer dan 5 visualiseren. Mijn persoonlijke ervaring is dat 5 in de meeste gevallen ongeveer het juiste aantal is om dit gevoel van meerdere mogelijkheden voor de toekomst te ervaren. Dan stel je voor dat deze stralen werkelijk vanuit dit paarse licht in het oneindige stralen, naar de horizon, zo ver als je je kunt voorstellen. Herinnering hebt of een gevoel hebt die aansluit bij het derde oogchakra. Dus bijvoorbeeld een intuïtie, een bepaald inzicht, een bepaalde verbeeldingskracht, gevoel, roep die dan nu op. Laat toe dat dit gevoel het beeld van je witte derde oog dat door het paarse licht heen lichtstralen uitzendt, versterkt. Dus focus je op die herinnering, op dat gevoel wat je bijvoorbeeld had toen je een inzicht kreeg, of een bepaalde verbeelding had. Of focus je gewoon op het gevoel van oneindigheid. Van de grootsheid van het heelal, van het universum. Tijdsloosheid. Het gevoel van uitzoomen wellicht.
ook deze keer gaan we weer affirmaties uitspreken met betrekking tot het derde oogchakra. En probeer bij iedere affirmatie echt te voelen wat je zegt. Ik ben zwijgzaam. Ik ben intuïtief. Ik weet meer dan woorden kunnen zeggen. Ik heb verbeelding. Ik heb ideeën, een visie. Ik ben wijs. Dit gaan we nog twee keer doen. Ik ben zwijgzaam. Ik ben intuïtief. Ik weet meer dan woorden kunnen zeggen. Ik heb verbeeldingskracht. Ik heb ideeën en een visie. Ik ben wijs. En de laatste keer. Ik ben zwijgzaam. Ik ben intuïtief. Ik weet zoveel meer dan woorden kunnen zeggen. Ik heb verbeelding. Ik heb ideeën, een visie. Ik ben wijs. En houd het gevoel van openheid, wijsheid, mogelijkheden voor de toekomst vast zolang je wilt. Maak ook hier weer een snapshot van, zodat je later deze herinnering sneller kunt ophalen. En wanneer je er naar deze chakra tool klaar voor bent om door te gaan, laat het beeld langzaam verdwijnen in de omgekeerde volgorde waarin je het hebt opgebouwd. Dus eerst de stralen, vervolgens het paarse licht en dan het oog. Breng je aandacht terug naar beneden, naar je buik toe. En als je wilt, kun je nu je fysieke oog openen. En adem minstens 5 keer diep in je buik en richt daarbij je aandacht op je buik. Zodat je stevig terugkomt in je lichaam en weer op de fysieke werkelijkheid gefocust bent voordat je verder gaat. Mocht je nou merken dat je toch niet helemaal geaard bent, dan is het heel slim en verstandig om nog eventjes de eerste oefening te doen. Dus de wortelkom te activeren. Dat is de eerste chakra, je wortelchakra. Zodat je echt weer even goed geaard bent op de aarde. Dit was de video weer voor deze keer. Ik hoop weer dat je iets gehad hebt aan deze chakra tool voor je derde oog. En ik zie je heel graag volgende week weer terug bij de laatste video van deze serie. En dan gaan we het hebben over je kruinchakra. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag volgende week weer.